naar wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij is één van de 40, maar hij is niet te zien vooraan. Heel slechte start van de wereldkampioen. Maar dat duurt niet lang. Kijk eens, hier is hij al in de tweede ronde. Hij is voorbij deze twee man gegaan. Quinten Hermans, eerstejaars junior, en Nicolas Kleppe. En het peloton, of wat daarvan overschiet, volgt al veel verderop. Dus toch wel selectief parcours hier. En dan begint in een rondje verder Van der Poel aan een gezondheidswandeling. Zo lijkt het wel, want het gaat heel gemakkelijk. Het is indrukwekkend wat hij doet. Quinten Hermans gaat in de achtervolging. Kleppe ook, maar zij komen eigenlijk geen meter dichter. En die volgorde wijzigt ook helemaal niet meer. Van der Poel wint zijn tweede wedstrijd op rij. Gisteren was hij ook al de beste in Stabroek. Quinten Hermans is tweede en zijn ploegmaat Nicolas Kleppe derde. Ik miste mijn start een beetje omdat ik twee keer had mijn pedaal schoot. Maar ik kwam na de eerste ronde toch vrij vlot terug. En toen trok ik één keer door en had ik een gaatje. Maar het was toch zwaarder als verwacht. Vooral heel veel last van mijn rug dus. Je wint gisteren op een fantastische wijze met 2 minuten voorsprong. Je wint vandaag met zeer vele overmacht. Ben je van plan om de tegenstand iets te gunnen dit seizoen? Ja, het liefst niet natuurlijk. Zolang ik blijf winnen is het voor mij goed. Dus, maar we zullen wel zien waar dat de zwaardere crossen brengen. Veel succes in de toekomst. Dank u wel. En zwaardere crossen gaan we zeker en vast nog te zien krijgen. Want wat Mark Janssens zo net al zei, het is droog. En het is een beetje het scenario van vorig seizoen. Dat er toen is het eigenlijk heel lang droog gebleven. Tot de wanhoop van sommige renners zoals Sven Nys bijvoorbeeld. Primeur hier in Kampthout voor dit seizoen. Het is de allereerste belofte cross die hier ook gereden is van het jaar. We zijn al aan het crossen van in begin september. Veel B-crossen voor elite-renners zonder contract en belofte. Maar een aparte belofte cross hebben we nog niet gehad. Wel, hier hadden we er wel een. Dit is de start van die cross. Met vooraan herkennen we onder meer de Belgische kampioen Wietse Bosmans. En het is een groot pak dat we zien. Het is een heel spannende cross waar we naar gaan kijken. We zien hier onder meer Gianni Vermeers, Bosman, de Nederlander. Jens Adams goed gestart. Ook hij zat vooraan. Hier Wietse Bosmans, de nummer 2 van het WK ook. Gianni Vermeers kijkt om. Wie heb ik hier al mee? Kleine afscheiding met Teunissen, met Bosman, met Michael van Toerenhout. Ook Timmer Lier zien we daar. Maar de anderen komen terug. Het is Wietse Bosmans die de anderen terugbrengt. Het enige dat kan gebeuren is dat af en toe eens iemand onderuit gaat, zoals hier Emiel Dolfsma. Maar het is allemaal zonder veel erg lang peloton. En altijd valt er een gat en dat is altijd voor de neus van Wietse Bosmans, die echt geen goede dag heeft en ook geen goede uitslag zal rijden. En dat voor eigen publiek, want hij is van kant uit. Hij wil zich wel laten zien, maar het lukt niet echt. Dit is het pelotonnetje. Dit zijn achtervolgers met David van der Poel, met de andere, met Dieter Sweek. David van der Poel slecht gestart en dan ook nog eens stuur gebroken. Hij komt niet meer in het stuk voor. Vooraan beginnen ze daar een beetje te wringen en te strijden, de twee Nederlanders. Maar het is Michael van Toerenhout die zich daarvoor zet en dat niet wil laten gebeuren. Dat die Nederlanders geen gat laten vallen en daardoor een van de twee kan verdwijnen. Dat is goed bekeken van Michael van Toerenhout. En hier een derde Nederlander, Tijmen Eysing, die moet achterblijven met kettingproblemen. En dan gebeurt het toch. Mike Teunissen, vorig jaar nog winnaar in Hammezoge, gaat in de aanval. Van Toerenhout gaat niet meteen reageren. Vermeers misschien wel, maar Teunissen is de pijp uit. Is dat definitief? Misschien, misschien ook niet. Maar kijk, in tweede positie zijn ploegmaat Gert-Jan Bosman. En die kan afstoppen natuurlijk. En zo kan Teunissen verder rijden, tenzij toch Michael van Toerenhout dan begint te jagen. Hij begint te jagen en hij komt dichter en dichter bij. Opnieuw. Hier Teunissen. Hier dan Michael van Toerenhout, nu in het wiel van Laurens Sweek. Sweek die goed teruggekomen is en hij brengt Michael van Toerenhout erbij. We hebben nog 3 leiders waar we de laatste ronde mee zullen ingaan. Gianni Vermeers, Van Kessel, Van Aert, ook slecht gestart, komen er niet meer aan te pas. En deze Wietse Bosmans voor eigen volk een beetje een afgang. Heeft er niet meteen een verklaring voor, geen kracht vanuit de rug. En daar gaat dan Teunissen neer. Dit is de laatste ronde, dus dramatisch. Hij gaat zo niet kunnen winnen. En deze twee renners spurten voor de overwinning. Rechts in beeld, Sweek, links Michael van Toerenhout. En die haalt het, jawel, die haalt het heel nipt voor Laurens Sweek. Mooie overwinning van de jongste van Toerenhout. Het was redelijk knip, dus ik draaide als tweede uit de bocht. En ik dacht, ja, alles of niets, dus ik kwam er nog net over. Dus we zijn wel blij.
Mogen we zeggen, dit is het jaar van de doorbraak? Dit wordt het jaar van de doorbraak voor jou? Ja, vorig jaar was ook al niet slecht, dus nu moet ik toch bewijzen dat ik er ook bij hoor. Dus dat ik dat vandaag wel al bewezen heb. We hebben anderzijds al genoeg van turnouts in het crosspeloton, hoor. Ja, ik heb er al twee en dan nog één die er een beetje op lijkt. Dus hopelijk komt er nog een derde van turnout bij. Ja, voor de niet-kenners, Michael van Turnhout is de jonge broer van Dieter van Turnhout. Dat kon u misschien al vermoeden. Dezelfde trui ook van BKCP Power Plus. Dus even de uitslag nog van Turnhout voor Laurens Sweek. Mike Teunissen was derde. Jenny Vermeers vierde voor Gert-Jan Bosman. Dan Corné van Kessel, Tijmen IJsing, drie Nederlanders. Wout van Aert, achtste, toch nog mooi teruggekomen. En negende, Wietse Bosmans. Dit was mijn rotste dag de laatste vijf jaar, zo sprak hij achteraf. Goed, laat ons eens kijken wat de vrouwen ervan gebakken hebben hier. Zij gingen om 4 uur van start, nog niet zo lang geleden. Dit is Reza Hormes-Ravenstein, 45 intussen al, die als eerste het veld ingaat. Knap op die leeftijd. En daar gaat Suzy Godard neer. En nog meer respect voor haar. 50 jaar is intussen Suzy Godard uit Luxemburg. Intussen is Hormes-Ravenstein wel bijgehaald door deze drie. Arenda Grimberg uit Nederland. Sanne Kant. Hier is Hormes-Ravenstein. En Nikki Harris komt ook uit de achtergrond terug. En we hebben een koptrio. Kant, Grimberg en Nikki Harris. Harris doet het meeste werk wel. Maar daar komt nog iemand terug en dat is Ellen van Looy. Tweede Vlaamse in de wedstrijd, 10 jaar ouder dan Sanne Kant. Zij komt terug en dan gaat Sanne Kant in de aanval. We zijn op 2 ronden van het einde. Ellen van Looy die reageert, want van Harris, van wie iedereen de reactie verwacht had, komt niks. Harris gisteren nog winnaar in Neerpelt. En voor Sanne Kant gaat het goed. Kijk, Tom, 13 seconden heeft ze. We zijn in die laatste ronde. Geen probleem meer voor haar. Mooie overwinning voor Sanne Kant. Harris wordt tweede en Grimberg derde. Ik was gisteren iets minder begonnen en ik had toch eigenlijk al wat twijfels. Maar toen echt enorm veel deugd vandaag. Ik zou zo in tranen kunnen uitbarsten. Echt waar. Goed, Van Looy was vierde, Van der Beke vijfde voor Dombrovski en Hormes Ravenstein. Wij is gegeven. Er rijdt daar een rare snuiter rond, heb ik gezien. U ziet hem daar in bijna laatste positie in de zwarte trui. Met een dikke snor, nummer 21, een Nieuw-Zeelander. En hier vooraan Klaas van Turnhout gaat hier als eerste het veld inrijden met een nogal scherpe bocht. En van achter wordt het dan eventjes remmen voor sommigen. En van Turnhout is er goed door met Nijs, met Pauwels, met Tom Meeuwsen, die zat daar ook goed. Albert ook, heel goede start genomen, vierde positie, dacht ik. Het is soms wel eens anders met Niels Albert, zoals vorig jaar hier, zeer slechte start genomen. Maar dan toch teruggekomen en gewonnen. Ja, Albert daar nu in vierde positie is voorbij Pauwels gegaan. Lars van der Haar in zesde positie. Goed mee, die gaat zijn huid hier duur verkopen. Baastaans, die doet het al lopend. Dat is misschien wel goed bekeken. Ook de Nieuwelaren doet het al lopend. En van achter staan ze natuurlijk allemaal een beetje stil. Het gaat trager natuurlijk. En hier onze nieuwe. Nu, het is goed dat hij hier mee rijdt. Hij is in zijn land niet slecht in deze sport. En hij is nog altijd mee. Hier het fameuze Vermeirenplein. En hier zien ze elkaar goed rijden. Dat is vooral in het verdere verloop van de wedstrijd interessant. Niels Albert komt naar voren. Ja, ik denk dat dat ook te verwachten viel natuurlijk. Hè. Niels zei gisteren niet echt goed weg was, nu wel. Dan ook onmiddellijk naar het commando gaat, want ik denk dat hij gisteren zijn lesje wel geleerd heeft met Sven Nijs nu. De man die, ja, zoals het al zei, in Baden niet echt goed was, maar gisteren toch even terug de punch op de i gezet heeft. Niels toch 7 ronden achter gereden heeft eigenlijk, lekker zot zullen we toch maar zeggen. 6, 7, 8 secondjes. En nu, ja, niet wachten. Hier problemen achteraan voor Stef Boden, man van kalmte uit. Hier kijken we nog eens naar die start. Die goed verliep, ja, die eigenlijk, die, ja. Echt goed verliep eigenlijk. Hè.
geen problemen. Alleen de vertrouwde problemen eigenlijk die we net of ze beter gaan zien bij het indraaien van het veld. Eigenlijk, hè, een beetje wringen. Ja. En dan, zoals we gezegd hebben, een omloop. Bijna allemaal single track bij manier van spreken. Achter elkaar rijden. Moeilijk om voorbij te steken. Wel snel. Dat maakt het dan ook wel spannend natuurlijk. Maar dan maakt het moeilijk om vanuit tiende positie, zullen we zeggen, op één ronde eigenlijk 4-5 plaatsen goed te maken. Dat is bijna onmogelijk. Hè? Ja, wie niet zo goed gestart is, heb ik gezien, is Radomir Šimunek. Toch al goed voor 2 overwinningen dit jaar. En hier niet te goed weg. En Lars. Voilà, van Lars. Lars die gaat nu naar de 4e plaats. En dat is toch de man eigenlijk die zichzelf ook een beetje de moed gegeven heeft, zal ik zeggen, om top 5, top 10 te rijden. En dat is de man waar dat toch ook iedereen een beetje op zit te wachten. Hè. Van wat gaat die man doen dit seizoen? Dat is de coming man, zullen we zeggen. Is overgekomen van de belofte. Die gaat zijn eigen nu een beetje moeten bewijzen dit jaar. En ik zeg niet dat iedereen er mijn ijzeren broek voor zit, maar toch een klein beetje. Omdat, ja, het is een klein manneke, snel. Hij zegt zelf, dat ligt mij. Keren, draaien, oké. We zullen zien vandaag. Hè. Het is een repetitie eigenlijk. Ja, en hier valt een kloofje achter Bart Arnouts. Het is Walsleben die daar het gat moest laten met de Nubelaren. Het is aan Walsleben om dat gat dicht te rijden, maar ja. Hij moet het ook wel kunnen natuurlijk. Hier Bart Arnouts. En hier is dan de Duitser Philippe Walsleben. Die sowieso een beter seizoen moet doen dan vorig jaar. Toen hij door van alle gezondheidsperikelen niet aan de bak kwam. En Chris, jij staat in het veld. Jij hoort en ziet meer dan wij zien soms. Wel, ik heb Bart Welles en Rob Peters niet de beste start zien nemen. 12e en 14e plaats. Er is natuurlijk nog een heel lange weg te gaan. Ja, maar Francis Morin zit nog verder. En Francis Morin heeft ook al gewonnen. Hè. Al 2 keer zelfs ook, ja. Dus het kan allemaal nog goed komen natuurlijk. Maar je ziet ook wat dat gezien. Het is achter elkaar, hij is snel. 1 plaats kunnen opschuiven is al een overwinning op zich, op dit parcours. Dus. Maar we zijn nog vroeg. Hè. We zijn nog niet in de eerste ronde of nog niet aan de meet. Dus, Nee, en het is wel eens leuk om ze allemaal goed in beeld te krijgen. Ik zag daar ook Gianni De Nolf bijvoorbeeld. Die rijdt daar nog voor Mouret ook. Die moet zeggen, wat gebeurt hier? Ja, maar die mannen zijn nog maar trainen mogen we eigenlijk niet zeggen. Maar toch een vorm van training. Hè. Het is ook geen klassementscross gisteren ook niet. Het is een beetje aftasten, zoals bijvoorbeeld Kevin Powers ook. Die heeft een paar wedstrijden nodig om goed te zijn. Dan liever in deze wedstrijden dan volgende week in Rudevroude, want daar is het wel om de punten te doen. Dan kun je dat niet meer veroorloven, zoiets. Like als gisteren, vandaag moeten we nog zien. Maar volgende week begint het eigenlijk echt, hè, de klassementswedstrijden. Ja, en Albert die trekt hier een beetje door, maar geen probleem. Nijs volgt gezwind. Ik maak u intussen graag nog attent op onze sms-wedstrijd. Vangen van dit, hè. Want niks zeggen, ze gaan aan de meet komen. Gaan ze koersen of gaan ze even temporiseren? En er wordt gekoerst, hè. Ja, einde van die eerste ronde. Ze gaan zo meteen de bocht naar de aankomstlijn ingaan met Lars van der Haar, die gewoon weg in de aanval gaat. Niels Albert die moet daar 10 meter laten. Dit beeld bedriegt een beetje. Kijk Tom nu. Dus Van der Haar, dan Albert, Nijs, Meeuwse, Van Tornhout, Pauwels, Baastaans, Arnouts. En Walsleben die toch het gaatje aan het dichten is. Dan zien we de Nubelaren met Jouffroy wel eens die aan het jagen is. Wel eens serieus aan het jagen met Jim Arnouts. Nog zo'n man van Kanthout in zijn wiel. En deze mannen die zitten al veel verderop met een Zlamalik, met een Hofman, Murgoitio. Zit daar ook Gil, hier Dries Pauwels. Nog zo iemand van hier, net zoals Stef Bodem. Van der Haar bijgehaald en daar een beetje wringen. Het is sportief wringen, het is posities innemen. En Sven Nys die profiteert ervan om hier net voor ze terug offroad gaan naar een positie te winnen. En dat is hem ook uitstekend gelukt. Kort lusje hier in het industrieterrein. Ja, maar wat dat al een heel duidelijk beeld is, dat deze Lars van der Haar zich niet laat doen. Hè. Bij de grote mannen. Direct al tegen een Nijs gaan wringen, tegen een Van Tornhout, tegen een Albert gaan wringen. Zo van de eerste wedstrijd al, dat is toch wel, ja, dat getuigt van lef natuurlijk. Maar we weten ook dat Lars een lefmanneke is, of een lefkozerke, zoals wij zeggen. Zegt ook wat het op staat. Durft zijn eigen gewoon ook zeggen van, ik rij je top 5 vandaag. Heb ik verleden jaar al gemerkt. Misschien hebben we zo wel iemand nodig ook, hè. Ja,
heeft vorig jaar al een paar keer geproefd van wedstrijden bij de pros. Hij heeft dus alles gedomineerd bij die belofte, maar hij heeft het ook gewonnen in Harderwijk. Geen prutscrossje is dat in Nederland, in Las Vegas. Belangrijkste cross van het Amerikaanse seizoen. En Klaas in het ook begrepen heeft of gezien heeft. Een Lars die het tempo toch direct hoog legt. En misschien, ik zal niet zeggen in moeilijkheden zit, maar toch zich beter gaat positioneren. En ja, als het allemaal keer en draaien is, heb je ook niet echt veel nadeel om op kop te rijden natuurlijk. Hè. Nee, en Sven Heijs die niet uit positie 1 of 2 weg te slaan is. Hè. Nee, maar dat betekent ook dat je weer al goed bent natuurlijk. Want als je een slechte dag hebt, dan kun je gewoon niet handhaven in de top 3-4. Dan hang je daar van achter aan te bengelen. Dus dat bewijst dat de toppers na gisteren toch weer al goede benen hebben. Hè. 8 man worden er 9 en ze gaan nog aansluiten. Hè. Hier Philippe Valsleben en die mannen achter hem, dat zijn Geoffroy en de Nuwelaren, die komen terug. Kijkers hier, ja, we zien vader Welles, we zagen ook Paul van den Bos, Christophe Roodhoofd, Jurgen met de Penningen, ze staan hier allemaal in het veld, uiteraard. Kijken naar de grote schermen allicht. Die... Ja, maar ze gaan toch moeten opschuiven, want dat is nog veel te ver. Hè. En ze moeten opschuiven, want vooraan is Sven Heijs een eerste cartouche aan het verschieten. Omdat je weet dat Niels binnen geweest is. En als je de koers van gisteren gezien hebt, dan weet je dat je een zware concurrent hebt aan Niels. En dan moet je niet wachten tot in de laatste ronde. En dan gaat Nijs nu wel een beetje van profiteren. Maar hier dan toch wel even niet. Ja, dus, ja, lijkt er wel te freewheelen. Ja, het was een priksje, denk ik. Hè. Gewoon eens even voelen van Valassa, mannen. Het is de tweede dag op rij, ik ben hier nog eens. Hè. Of misschien ook eens even testen welke snelheid een bepaalde bochten kan nemen. Misschien moet hij ook wel een verandering doen aan zijn tube. Het is vroeg in het seizoen, het is aftasten. Hè. Het is de tweede ronde, even omkijken. Nijs ziet dat Van Tornhout daar nog is. En Lars van der Haar, die verduivelde Nederlander. Chris? Wel, ik sta bij zijn verduivelde vader, René van der Haar. Goh, wat is die deksels goed, zeg, die Lars van jou. Ja, maar de weg naar Parijs is nog lang, hè. Dus het is de eerste wedstrijd bij de profs en hij gaat heel snel van start. Maar we moeten het nog maar zien tot het eind van de wedstrijd. Dus laten we maar even nog afwachten. De weg naar Parijs, het is alleen maar rond de kerktoren van Kalmthout hoor vandaag. Ja, maar die uitspraak die kennen we in Nederland, hè, van Joop Zoetemelk. Dus laten we die hier ook maar gebruiken. Hij moet nog 3 kwartier ruim, dus laten we nog maar even afwachten. René van der Haar, u lijkt enorm op uw zoon. Dat ziet Lars vaak niet als compliment, maar ik nu wel. Hij zal genoeg complimenten krijgen vandaag. Bedankt, René van der Haar. Ja, en van mij mag René van der Haar het best een stand-up comedian programma krijgen op 4. Waarom niet? En daar, Nijs, opnieuw op diezelfde plaats gaat hij naar het commando. Ja, en dus nu, wat je nu ook perfect of een heel mooi beeld is, dat is Rob en Bart, die hebben echt 2 ronden al moeten rijden. Het valt een beetje stil op de baan eigenlijk. En ze zijn eigenlijk geen meter of geen plek opgeschoven. Dus zij moeten ook even recupereren. Het is niet van, we hebben 2 rondes gereden. Het valt even stil, nu gaan we eens even naar de kop rijden. Zo werkt het veldrijden ook niet. Dus zij moeten nu eerst even een rondje op aan komen. Werk is mee, zegt Tom Heuse. Werk mee. De mannen van de streek hier. Essen, Kalmthout. En dan Klaas van Tornhout. Nog niet van het podium weg geweest dit seizoen. Het baasstaans. En hier valt een kloofje met de twee... Ja, van Tremelo, van der Haar zit ertussen. Dan Pauwels weer het gaatje. Hier Peters en Welles. En een groter gat. Het begint uit elkaar te vallen. Hier zijn de Nuwelaren met Moeren. Met Zlamalik dan Valsleben. Ook Van Empel zit daar. En Wubben. En deze mannen komen niet meer terug. Met Jim Arnouts. Met Geoffroy van IJzendoorn. En Lubomir Petrus de Tsjech. Dit zijn Gil Murgoitio en De Nolf. Ik kreeg er zo net ook een sms'je van iemand die mij vroeg of de Nieuw-Zeelander nog in koers is. Wel, jawel hoor, Alexander Revel, de zilveren medaillewinnaar op het nationaal kampioenschap daar. Ja, er wordt daar gecrossed. Hij is nog in koers. Ja, nu ziet je ook zo ene snok van Tom of van eender twee die dat toch echt eens probeert. Dan ziet je ook direct dat Kaf een beetje van het koren gescheiden wordt. En dat dan uiteindelijk de betere, of de top 10, 15... Die altijd op 15 rijden, uiteindelijk ook daar gaan zitten. En dan is het gewoon even wachten totdat een Nijs en een Albert, als ze nog goesting hebben. Want Albert keek op de baan even achterom. En dan Lars van der Haar in het wiel en Nijs, natuurlijk 2 gevaarlijke mannen. Moet ik het alleen doen? Ja, we hebben gisteren ook al moeten rijden. Daar gaat alles van afhangen natuurlijk. Hè.
Hier gaan we een goed overzicht krijgen. Gaat het hier, ja, inderdaad, dat was mijn vraag. Gaat het hier stilvallen? Ja dan nee. Ja dus, want Niels Albert is teruggekomen en gaat meteen naar de leiding. En Van der Haar, heel slimmetjes. Tuurlijk. Slimme coureur. Hebben we al lang gezegd. Hè. Dat is heel lang geleden dat we nog zo'n slimme coureur in het peloton hebben. Hè. Zoals Lars Van der Haar. Leerd manneke. Klein ook. Heel behendig. Heel technisch ook. En zag je ook hoe iemand daar uit het publiek Rob Peters aanvuurde, die zo de indruk gaf van, ja, moet ik hier echt aansluiten? Ja, die man vuurde hem aan en hij zit terug, Rob Peters. Maar deze mannen zijn niet veraf, hoor. Het is Mouret die hier het werk doet. Nee, het is gewoon afwachten wat Niels deze ronde gaat doen, hè. Gaat hij eerst nog een beetje aftasten en een tempo gewoon onderhouden? Of gaat hem echt alles een snok geven? En hij heeft even gekeken wat Nijs ziet, denk ik. Wat dat toch zijn belangrijkste concurrent is, denk ik. En nu ben ik benieuwd. Wat we alleszins zien is dat slecht starten hier zo dramatisch niet hoeft te zijn. Hè? Nee, maar dat is omdat de wedstrijd ook, zoals we gezegd hebben, zich niet leent om alleen voorop te gaan rijden. Zo'n snelle omloop toch niet. Hier is uw man. Ja, onze kijkers worden op hun wenken bediend. Ik denk dat we zelfs mogen zeggen dat hij er goed uitzag. Hè? Van de week ploegvoorstelling gehad. Dat was het eerste beeld dat mij onmiddellijk opviel. Een frisse Bart. Dus tegen verleden jaar, dag en nacht verschil. Ja, want vorig jaar uiteraard serieuze ziekte gekend vlak voor nieuwjaar. Maar eigenlijk daarvoor... En Nijs, hè. Drie ronden te gaan nog. Drie ronden te gaan zo meteen. En Nijs die nog eens doortrekt. Daar is dat gat. En we gaan met vijven... De finale in dit ogenblik. Met vijf of met zes. Omkijken, wie is mee? Die verduivelde Kevin Pauwels. Op zijn gezicht kan je niks aflezen. Van der Haar, ook Albert, Meeuwse en Welles. En dan het gat hoor. Het gat van Tornhout. Die zegt, oké, mijn cross zit erop. Peters, die gaat ook niet achter Welles jagen op papier. Nee, maar gaat wel zijn eigen beter positioneren. Hè. Nu om misschien als eerste het veld in te draaien van dat tweede groepje. En nu Bart Welles aan de leiding. Voilà. Vier keer winnaar hier in Kamthout. Ja, en ik denk dat Bart nu ook beseft heeft misschien van, voilà, we zijn hier met zes man weg. Ik hang er hier nog aan. Voor veel mensen misschien verrassend, voor hem niet. Maar ook in zijn eigen geloof van, ah, ik hang er hier wel aan. Waarom zou ik eens geen ronde kunnen doortrekken? En misschien toch eens in de top 3-4 te komen. Ja. Waarom niet? Ik was juist aan het zien, het eerste jaar dat Bart Welles hier won was in 1998. Dat is 14 jaar geleden. Nu herinner mij die cross, dat was, hij reed toen nog in de Belgische selectie, wereldbeker. En het sneeuwde. Mm-hmm. En ja, als jong manneke won hij hier toen. Heeft daarna dat nog drie keer over gedaan. En nu lijkt het zo vaak, ja, de oude Bart Welles, hij doet het nog. Maar vergeet niet, Bart Welles is 2 jaar jonger dan Sven Nys, hè. 2 jaar jonger. Ja, maar wat is leeftijd? Hè? Ik denk als je goed verzorgt en dat je motor goed is en, als je, en dat je wel wat talent hebt, dat je nu 33 bent of 36, dat je iets meer kunt dan iemand anders. Hè. Dan heeft leeftijd eigenlijk weinig belang, denk ik. Ja. Tom Meuse, die daar even ook een foutje gemaakt heeft en zich nu terug een plaats bij die eerste 5-6 aan het vechten is. Ja, het is goed weer hier in Kamthout. De 9 mannen. Ja. Ja, kijkt nog... al een beetje uit naar waar is die materiaalpost. Daar, oké. Ja, het was ook nog niet de laatste ronde. Dus misschien heel tactisch gespeeld. En misschien heel verstandig gespeeld ook. Ja, hij hangt er wel opnieuw aan. Kevin Pauwels, die van de week ook woensdag, denk ik, naar de opening gaat van het coachingcentrum van Mark Hermans. Dat is zijn coach. Die heeft een eigen coachingcentrum opgericht. 185 heet dat, genoemd naar het rugnummer van waarmee Mark Hermans ooit de Ironman won. Ik zag Bart eigenlijk een beetje nerveus worden, denk op Lars van der Haar. Die niet echt wil mee overpakken, maar ja, Lars is ook iemand die net over is en zijn weg nog een beetje aan het zoeken is. En die gaat ook niet direct het commando pakken. En ik vond dat hem een beetje nerveus was, Bart, daartegen. Vincent Bastaans, die is fel teruggevallen, heeft misschien een probleem gekend. Alleszins, hij staat niet lek. En Klaas niet zijn parcours.
met de knipoog, dacht ik, naar iemand. Langs de kant. Maar aandacht nu hier. Tussen deze zes gaat het. Wereldkampioen Albert aan de leiding. Gevolgd door kampioen van België, Sven Nys. En dan Tommeke Meuse. En Bart in de slechtste positie. Ja, en hij gaat opnieuw versnellen, Niels Albert. Gaat opnieuw versnellen. Dit is doortrekken. Vanaf nu kan je geen enkele fout meer maken. Lars van der Haar die heeft daar een gatje moeten laten. Bart Welles, zelfs meerdere lengtes, zet zich hier een beetje recht om die bocht natuurlijk ook goed te nemen. Het kan een beetje een dom stuk lijken wat ze daar doen, maar dat is eigenlijk in wedstrijdomstandigheden is dat vaak een nuttig iets hier. Ja, nuttig en niet nuttig. Het kan positief en negatief zijn. Je ziet uw tegenstander komen. Hij kan korter komen, maar je kunt er ook stilletjes van aan het wegrijden zijn. En dan is het positief natuurlijk. Ja, en die Vermeijren, dat is niet genoemd naar René Vermeijren, de speaker van de crossen die hier vandaag staan. Allerlaatste cyclocross commentarieert. Tommeke daar toch nog net onderdoor, binnenkant. Het gevring is begonnen en Bart. Ja, hij heeft hier precies een beetje gewonnen. Toen waren ze nog met vijf. Ja, wel eens. Nou, hij heeft zich nog niet gewonnen. Hij rijdt daar naar Van der Haar. Chris? Wel, ik sta bij Richard Groenendaal. Even peilen naar die zijn sprintkwaliteiten van die Lars van der Haar. Dat is behoorlijk, hè? Ja, die zijn behoorlijk goed zelfs. Dus nee, daar kan ik wel op vertrouwen. Of hij zelf mag daar gerust op vertrouwen. Ja. Gaat hij de Nederlander winnen straks? Ja, hij moet schuiven, maar hij schuift nu op dit moment Pauwels voorbij, zie ik. Dus hij kwam net in de verdrukking op de finishlijn. Maar ik denk als hij derde kan draaien, dat moeilijk wordt voor de rest. Mai, we kijken er naar uit, naar die laatste rechte lijn. En misschien hier de laatste kilometer, twee kilometer in het veld. Hij schoof daar Kevin Pauwels heel makkelijk voorbij. Kevin Pauwels leek me daar een beetje... Max zelfs. Het was een rare beweging, vond ik. Ja, ja. Misschien krijgen we dat nog wel eens opnieuw te zien. Toch zeker in de finale ronde, hè. Het is aankomst. Maar dan zie je natuurlijk ook het verschil hier al direct. Als een Niels en een Nys een toren geven zijn, dat naar Lars het dan toch stilletjes ook begint moeilijk te krijgen. Hè. Ja. Het is de laatste ronde. De achtervolgers, zij komen er niet meer aan te pas. Het is naar voren we moeten nu, want... de strijd gaat daar beslecht worden tussen Albert, tussen Nys, Meuse, Van der Haar, Welles en Pauwels. En nog maar eens een versnelling van de wereldkampioen. Nog maar eens. Met z'n drieën zijn ze nog, want ja. Van der Haar begeeft ook. Ik denk dat het podium het wegrijden is. Ja. En Tom die toch in het afzien is op de tanden bijten, maar weet ook wel, als ik er hier zo goed als kan blijven aanhangen, dan ben ik in de top drie. En Lars is eraf. Ja, vorig jaar was Meuse al derde hier. Nee, eerder al gezegd, hij won hier een wereldbekerwedstrijd. Als Niels de tempo hoog houdt, dan komt de rest normaal gezien niet meer terug. En ik denk dat Niels dat ook gaat blijven doen. Maar hij hypothekeert natuurlijk zijn eigen kansen. Maar hij moet aanvallen om te winnen. Hij moet ook nog hopen dat hij kan wegrijden van die andere twee. Het is zijn enige manier om een wedstrijd te winnen. Want zowel Nys als Meuse zijn sneller. En het is ook zoals Mario de Klerk net ook zei. Je moet de laatste ronde eigenlijk op kop aanvatten. Als je een foutje maakt, dan moet de rest ook stoppen. Zit je in tweede of derde positie en je maakt een fout, dan is de vogel weg. Dus doe het eigenlijk perfect zoals het moet. Maar zoals gezegd, als ze met drie de baan opdraaien, ja, dan kan die een derde man ook wel eens heel snel uitpakken. Hè? Ja, we hebben ook die spurt gezien bij de... belofte met Laurens Weken, met Michael van Toerenhout. Hier in de spurt kan vrij lang gespurt worden. Ja, het is niet super lang, maar het kan voldoende zijn om uit tweede positie toch erover te geraken, zal ik zeggen. Komen is iets anders, je moet erover geraken natuurlijk. Maar zelfs een Tom, die heel rap is, uit derde positie toch altijd opletten. Ja, deze drie gaan voorlopig, lijken ze niet meer terug te komen. Meuse moet daar toch ook nog een lengte of twee laten. Dramatisch is dat niet op dit punt. Nee, maar het zegt ook weinig goeds eigenlijk. De fiets is te veel eigenlijk die je moet laten nu. Hè. Het is bijten en krochen. En Tom kan alleen nog hopen dat Niels twee seconden de benen stilhoudt. Of één seconde zelfs. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. We zijn dicht bij het einde. We zijn dicht bij het einde daar. Alles gaat afhangen of dat Niels dat eerste stuk op het asfalt trekt. Het tempo wil hoog houden met Nys in het wiel.
of het laatste deel van. Voilà, nu, hier, dat kijk, hier zijn ze. Ze moeten nog één bocht nemen en dan komen ze in die laatste rechte lijn. Meeuwse, hij zit eraan. Terug, hij maar zit op het wiel. Hoeveel moeite heeft dat gekost voor Tommeke Meeuwse? Laatste rechte lijn nu met Niels Albert aan de leiding. Nijs die dan komt. Nijs die komt. Meester die zich even neerzetten. Meester die zich neerzetten. Het is Sven Nijs die haalt. Voilà, 2-2. Ja. 2-2. Snel is hij toch, Albert tweede. En Meeuwse in het begin van de spurt zette hij zich al meteen recht. Spannend spurtje hier nog. Oeh ja, voor de vierde plaats van der Haar. Die, ja. Daar ja, wel. Slecht. En is niet slecht. Sneller af is. Maar wel eens leek me daar niet te gelukkig mee. En hier dan voor de zevende plaats. Simunek, Arnouts, Moere, ook snelle man natuurlijk. En Peters. Simunek ook heel rap, hè? Ja, Moere zet zich al recht. En Arnouts pakt nog die achtste plaats. Moere dus negende en Rob Peters tiende. Ja, 2-2. Mooi weekend voor Sven Nys. Zijn twijfels na zijn uitstapje naar Zwitserland zijn bij deze volledig weg en opgelost. En ook bij de anderen, denk ik. Niet alleen bij Nys. Ja. Ik denk dat we een blije Tom van den Bos gaan hebben. Paul van den Bos. Paul van den Bos, ja. Klaas van Tornhout pakt de 12e plaats. Heeft daar een beetje rugpijn? Kromt daar zijn, zit daar zijn rug? Hier. Ja. Ik denk de Nulaar nog net voor Petrus en Walsleben. Met zo'n crosskus die zo heel snel zijn en heel technisch, moet je niet onderschatten voor de rug. Hè. Dat is een zware opdracht. Hè. Heel belastend voor de rug. Hier Zlamalik, die gaat, als ik goed geteld heb, 19e worden. De Tsjech. De ex-winning tussen Nijs en Albert. Het was langspallend. Het is toch volgaan, hè? Ja, het was Albert. Ja, je ziet het ook, dat ze moesten er lang voor gaan. Albert die in een spurt zet zich nog wel eens vaker recht. Vroeger, maar nu. Hij ging ervoor, hoor. Hij ging ervoor. En ik heb Niels Albert toch ook al mooie sprintjes weten winnen, hoor. Dus zo traag is hij toch ook niet. En allemaal de handen van onder, dus dat is al onbegelijk. Ja, dat was gisteren niet het geval. Nee, dat was gisteren niet het geval. En dan in de verte zien we nog die spurt voor de vierde plaats. Daar gaan we straks nog wel eens naar kijken, want daar zat toch ook een reukje aan die spurt. Daar was, ik zeg alleszins, Bart Welles die niet al te blij was met het manoeuvre van Lars van der Haar. Misschien onterecht, misschien terecht, ik weet het niet. Maar ik denk dat het meer te maken had omdat Lars niet. Hier zien we het. Omdat Lars niet echt veel meegewerkt heeft. En. Oei. Nee, ik denk dat Bart Welles een beetje. Ja. Het is discuteerbaar. Nee, het is. Maar. We gaan er niet te veel over uitweiden, want het is nog maar het begin van het seizoen. En, het is gewoon een tikje van schuif eens op. Ja, en ik denk misschien, zoals ik ook al zei, een klein beetje frustratie. Omdat, omdat Bart wel meegewerkt heeft en Lars eigenlijk. Maar ja, dat is koers. Dat is koers inderdaad. En waarom moet Lars langs de ene kant, hij is de jongste. Hij moet een beetje zoeken, zijn weg nog zoeken in die kopgroep. Slag van de wedstrijd. Nijs wint dus voor Albert en Meeuwse. Dat zagen we. Dan won Van der Haar de spurt voor de vierde plaats voor Welles en Pauwels. Zevende was Simunek. Achtste Bart Arnouts. Negende Francie Moere. En tiende Rob Peters. Baastans was elfde van Tornhout. Twaalfde, dat zag u voor de Nieuwelaren. Petrus, Walsleben, Van Empel. En ja, dat was het ongeveer. Voor zover ik ze gezien heb. Ik heb ook nog Wubbe gezien. Veel politici stonden daar ook op. Een groene trui en één met twee overwinningen op zak naar het openingsweekend. Had hij dat zelf kunnen verwachten? Nee, ik had er natuurlijk wel veel meer vertrouwen op dan gisteren. Maar dit is wel een wedstrijd waar het gewoon alle kanten op kan. En je moet gewoon de juiste beslissingen nemen. Je kan deze koers niet op dezelfde manier doen dan dat ik die gisteren heb gedaan. Dit is, de verschillen zijn veel kleiner. 5 seconden nu benen stil en je zit met 20, 25 man in je wiel. En dat maakt het veel moeilijker, maar het koersverloop, ja, was perfect voor mij. En ik heb een aantal keren zelf geprikt en gevoeld dat ik vandaag sterk was. En het kwam mij wel goed uit dat Niels de laatste ronde echt goed doortrak. En ik was degene die echt pal in het wiel zat.
Ja, en gisteren heb ik die spurt gewonnen, dus dan had ik daar wel vertrouwen in dat ik dat vandaag ook kon. Er zijn dus verschillende recepten om te kunnen winnen van Niels Albert. Je moet gewoon weten op welk parcours je aan het koersen bent. Als dat hier vandaag heel, heel zwaar is, dan moet je eigen koers rijden. Maar vandaag was het heel, heel snel. En dan is er een andere tactiek die je moet toepassen. En, heel alert zijn, goed van voor fietsen, niet te veel krachten verspelen, op het juiste moment toeslagen. En dat kon vandaag in de spurt. Gisteren ook, maar gisteren moet je wel de forcing voeren. En, dat is op een totaal andere manier. Maar ik denk dat ik gewoon, als je naar kalmte uitkomt, dan moet je ervaring gebruiken en weten hoe je die koers moet aanpakken. En, in eerste instantie moet je wel goede benen hebben. We gaan je niet meer geloven, als je straks nog eens twittert dat het echt niet goed zit en dat je met een podiumstek wel al zou tevreden zijn? Nee, maar ik had gewoon dat gevoel de laatste weken en ik ga daar ook niet voor liegen. Ik hoef mij niet weg te steken. Ik heb uiteraard veel vertrouwen opgedaan door gisteren te winnen. En waarschijnlijk ga ik de vrijdag niet twitteren dat ik zaterdag en zondag slechte benen zal hebben. Omdat ik gewoon nu met een goed gevoel de week zal ingaan en ook niet te veel hooi op mijn vork zal nemen. Het was wel de bedoeling van deze week het wat rustiger aan te doen, omdat ik toch twee goede weken in Mallorca heb gehad qua training. Dus ja, ik ga met heel veel vertrouwen naar Ruddervoorde. Met deze vorm kan je daar winnen in Ruddervoorde en dan ga je op zoek naar die eindzege dan ook nog? Dat weet ik niet. Daar ben ik ook absoluut niet mee bezig. Ik wil gewoon de komende weken proberen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en toch wel profiteren met van het moment dat ik nu beleef. Ik zit een beetje in een winning mood en laat ons hopen dat het deze week een beetje regent. Dat we daar echt, dat hoeft geen moddercross te worden, maar gewoon een stevig cross. En dat is wat mij het beste ligt. Veel succes daar, Sven Nys. We gaan er even Niels Albert bij halen. Niels, eerlijk, had je het zelf verwacht dat je met 0-2 ging staan na twee wedstrijden? Goh, ja. Vandaag leek het misschien aan mijn eigen. Ik heb misschien een verkeerde keuze gemaakt, wat duwen. En dan moet ik eigenlijk twee keer van fiets wisselen. En dan rijd ik mijn pedaal kapot. Op een wortel, denk ik, rijd ik aan de ene kant van mijn klikpedaal kapot. En ik raakte er niet meer in, trok mij er twee keer uit. En moest ik eigenlijk op anderhalve ronde van de einde eigenlijk, een cruciale wissel maken. Die mij toch wel wat extra krachten kost om op het einde te rijden voor de overwinning. Maar ja, salavé. Inderdaad, drie keer in de materiaalpost, dat is ongeveer drie keer zoveel als alle anderen. Ja, deze parcours is dat gewoon een ramp. Mijn start was vandaag heel goed. Ik was vierde week, ik heb dan direct de koppositie genomen. Ik wou direct een beetje een verschil maken. En ik voelde dat ik goede benen had en dat ik de koers mee kon dragen. Maar op het einde, gisteren was ik een fiets achter en vandaag was het maar een halve fiets, dus ik kom korter. Ga je ook ooit kunnen winnen in een sprint? Ik heb ooit Stibar al geklopt, dus als ik vandaag een tand groter kan sprint aanzetten, dan is het misschien nog spannender, maar ik kan niet groter sprinten dan er op mijn fiets opstaan, dus ja. Wat mag het volgende week worden in Ruddervoorde? Mag het van de week stevig regenen en zo, dat het een stevige wedstrijd wordt? Voor mij maakt dat eigenlijk niet uit. Ik heb in Ruddervoorde al eens gewonnen als het heel, heel rap was. En ik heb in Ruddervoorde al een keer gewonnen verleden jaar als het slijk was, dus mij maakt het niet uit. Mag het toch zeggen dat het een klein beetje ontgoochelend is vandaag, nog meer dan in Neerpelt? Ja, kijk, als je 0-2 het weekend uitkomt, is het natuurlijk niet leuk. Maar ja, kijk, het seizoen is pas bezig en de rekening wordt gemaakt in Osmel, dus ik heb nog wat tijd. Veel succes. Neem je tijd, Niels Albert, niet te lang, want we hebben je nodig in de cross. Ik ga eens kijken. Ja, Tom Meeuwse die staat helemaal achter mij, maar ik heb hem uiteindelijk toch voor de camera gekregen, waar ze horen te staan, mensen uit de top 3. Tom Meeuwse, tevreden over je wedstrijd? Ja, zeker. Ik heb alleen een beetje te veel de koerstactiek van Niels gevolgd. Tot drie ronden van het einde, elke keer bij de eerste drie in koers gezeten. Maar ik had al laat door dat het echt ging spurten zijn om overwinning en dat we niet gingen wegrijden. En de laatste twee ronden dan even bekomen om nog iets uit de brand te slepen. Maar het was net niet meer genoeg om nog iets geforst te hebben in de sprint. En de eerste twee waren te snel vandaag. Dat klopt, want normaal gezien, Tom Meeuwsen, dat is op papier misschien zelf de beste sprinter. Hè? Ja, ik had al te veel gegeven in de koers. Het was op. En ben je vandaag door de muur kunnen gaan? Want dat was vooral je plan, hè, vandaag. Ja, de eerste twee wedstrijden waren echt enorm moeilijk. Deze is een parcours waar ik iets meer moest meerijden eigenlijk. Maar ik heb toch wel mee wedstrijd gemaakt, denk ik, vandaag. Dus ik ben tevreden. Het is de derde wedstrijd en het was de derde keer een goede keer. Dat hij de bie zei. Gisteren moest ik hem niet aanspreken. Laat hem dan maar even zitten. Vandaag mag hij wel nog even babbelen met Tom Meeuwse.
Ja, ik ben wel een beetje onaangenaam geweest naar mijn omgeving. Maar ik heb heel de zomer keihard gewerkt. En dan is het moeilijk als je geen resultaten hebt. Dus ik ben wel blij dat ik vandaag eindelijk bevestiging heb van mijn trainingen.